Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van TWR.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Welkom bij uitzending 1004. We gaan verder met Jacobus 2, meer bepaald met het veertiende vers. Daar staat, wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? De zinsbouw, vooral het aanspreken, wijst erop dat er een nieuw gedeelte begint. Het thema van het tweede gedeelte van Jacobus 2 gaat over de verhouding van geloof en daden of werken. Om zijn lezers duidelijk te maken hoe hij daarover denkt, gaat Jacobus een denkbeeldig gesprek aan met iemand die het standpunt verkondigt dat hij juist wil bestrijden. Bij deze dialoog betrekt Jacobus op levendige manier steeds weer de lezers van zijn brief. De manier waarop hij dat doet, komt in de Griekse literatuur regelmatig voor. Kenmerkend daarvoor is de vraag naar het nut van iets. Bij dat nut of zin doelt Jacobus op het oordeel dat hij in vers 13 ter sprake bracht. Zijn tegenstander beweert geloof te hebben, maar hij blijkt geen werken of daden te hebben. Op hem is de onbarmhartigheid uit vers 13 van toepassing. Hij heeft geen naastenliefde. Met zijn vraag aan het adres van zijn lezers wil Jacobus hen laten inzien dat een geloof zonder daden of werken in het gericht van de Heer geen nut heeft, ook al denken mensen van wel. Ook op de andere vraag of men door zo'n geloof gered kan worden, verwacht Jacobus een ontkenning. De woorden doen denken aan het onderwijs van Jezus in Matthäus 7. Jacobus zegt hier niet dat een mens door het houden van de wet van God behouden of gered kan worden. Hij zegt alleen dat een ware gelovige, die gered is door het verzoeningswerk van Christus, zijn of haar geloof zal tonen in goede werken, werken van het geloof en dankbaarheid voor de ontvangen genade. Geloof dat alleen uit mooie woorden bestaat, is geen geloof waardoor een mens gered kan worden. Paulus bedoelt hetzelfde als hij in 2 Korinthe 13, vers 5 het volgende zegt: Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent. Reddend geloof moet eerlijk en echt zijn. Het moet je leven veranderen. Radicaal veranderen. Ik denk dat het grootste gevaar voor predikers vandaag is dat we zo graag willen zien dat de luisteraars zich bekeren. Maar dat gebeurt zo weinig. Daarom bestaat de kans dat we graag een gemakkelijk ja accepteren van sommigen die zeggen, ik vertrouw op de Heer Jezus. Terwijl het in feite geen radicale keuze is. Er is een kort fictief verhaal dat ik jullie wil vertellen. Het gaat over de duivel die een bijeenkomst had met zijn demonen om de mens te verleiden tot het niet geloven van het bestaan van God omdat ze geloven dat zij zelf God zijn. En ze vroegen zich af hoe dit te doen. Ze wilden ook de mensen vertellen dat Jezus Christus nooit bestaan heeft, en dat mensen niet een sprookje zouden moeten geloven. Zo vroeg hij de demonen wat ze moesten doen. Een demon zei dat het erg moeilijk zou zijn om de historische Jezus te ontkennen. Een ander stond op en zei: Ik denk dat we naar beneden moeten gaan om de mensen ervan te overtuigen dat de dood een einde aan alles maakt, en dat het geen zin heeft om in leven na de dood te geloven. En een ander zei: Ik zal je zeggen wat we moeten doen. We moeten de mensen vertellen dat er wel degelijk een God is, en dat in Jezus Christus geloven redt. Maar je kunt ermee wegkomen door alleen maar te geloven, en verder gaan met zondigen, zoals je al deed. En ze kozen dat laatste voorstel, want dat is wat je vandaag dikwijls ziet. Jacobus 2, versen 15 en 16. Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn, en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen. Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? In Deze versen beschrijft Jacobus opnieuw een denkbeeldige situatie om zijn onderwijs te illustreren. Maar de functie van het voorbeeld is een heel andere dan die uit het begin van Jacobus 2. Het moet nu niet dienen als een voorbeeld, maar als een vergelijking waarmee de lezers de nutteloosheid van een geloof zonder werken kunnen zien. Zoals iemand in de beschreven situatie geen hulp heeft met mooie woorden alleen, zo is een geloof zonder daden geen reddend geloof bij het oordeel van God. De denkbeeldige situatie spreekt voor zichzelf. Daarnaast wil Jacobus laten uitkomen dat hij denkt aan iemand die tot de christengemeente behoort. Hij heeft het namelijk over een broeder of zuster. De betrokkenen heeft gebrek aan basisbehoeften, aan voedsel en kleding. Bij de keus van deze vergelijking sluit Jacobus zich nauw aan bij het getuigenis van het Oude Testament. En bij het onderwijs van de Heer Jezus. De arme heeft dus hulp nodig, maar wordt afgescheept met de woorden, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. Deze woorden zijn een gebruikelijke afscheidsgroet onder Israëlieten. Maar hoe kan iemand geen kou krijgen en ervoor zorgen niet te verhongeren, wanneer hij of zij niet over kleren en over het nodige voedsel beschikt? Wat heeft zo iemand aan mooie woorden, als de gelovigen hem of haar niet van het nodige voorzien? Ook vandaag kan men erg vroom doen en tegen een persoon zeggen, broeder, ik zal voor je bidden en de Heere zal voorzien. Wel, vriend, God zelf heeft jou daar gezet om te voorzien. De manier waarop je leeft laat zien of je geloof echt is. Jacobus 2, vers 17 Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Zoals mooie woorden een schijnvertoning zijn als ze niet gepaard gaan met liefdevolle daden, zo is het nu ook met het geloof als het niet door werken wordt bevestigd. Een geloof dat niet uit daden blijkt, is dood en zinloos. Dood zou in dit verband ook kunnen worden weergegeven met onvruchtbaar. Geloof redt, maar reddend geloof brengt iets voort. Iemands geloof als zodanig is niet te zien. Het kan alleen zichtbaar gemaakt worden door werken. Jacobus 2, vers 18. Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. Weer voert Jacobus een denkbeeldig iemand in. Dit vers is niet zo gemakkelijk te begrijpen, maar het komt hierop neer. De een legt de nadruk op het geloof, de ander op de daden. Sommigen blijven blijkbaar van mening dat geloof en daden wel degelijk apart van elkaar kunnen bestaan. Jacobus antwoordt hem dat de scheiding die hij aanbrengt tussen geloof en werken niet kan. Als hij die scheiding wil aanbrengen, laat hem dan maar eens zijn geloof tonen zonder zijn werken. Dat kan hij niet. Maar Jacobus kan wel uit zijn werken zijn geloof tonen. Het gaat er niet om dat Jacobus zijn geloof moet tonen aan God. God weet wel dat hij gelooft. Nee, de werken van het geloof zijn er juist om aan mensen te laten zien dat er echt een levend geloof aanwezig is. Het is goed om bij deze verzen nog eens duidelijk te zeggen dat Jacobus en Paulus elkaar niet tegenspreken. Ze hebben het niet over twee verschillende soorten geloof. Jacobus heeft het over de vrucht van het geloof en Paulus spreekt over de wortel van het geloof. In Galaten 2, versen 15 en 16 maakt Paulus duidelijk dat mensen niet worden gered door het houden van de wet. Toch schrijft hij later in Galaten 6, vers 9: En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. En in Galaten 5, vers 6 zegt hij: En Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. Jacobus 2, vers 19. U gelooft dat God één is. Daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. De tegenstanders van dit onderwijs worden heel direct aangesproken op de inhoud van hun geloof. Zij geloven dat er maar één God is en dat klopt. In Deuteronomium 6, vers 4 staat: Luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. De tegenstanders zijn dus vertegenwoordigers van de Joodse godsdienst. Maar als het alleen om geloof gaat, zonder dat er werken aan verbonden zijn, is er niet meer dan een orthodoxe beleidenis. Die kan men uitspreken zonder dat het enige betekenis voor het hart heeft. Maar mocht het louter uitspreken een bewijs zijn van echt geloof, dan zouden de demonen ook echt geloven. Dat wil zeggen op God vertrouwen. Nochtans geloven zij de belijdenis, maar ze sidderen daarbij, omdat zij weten dat God hen zal oordelen vanwege hun werken die allemaal gedaan worden in opstand tegen Hem. Jacobus 2, versen 20 en 21. Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac, zijn zoon, op het altaar offerde? Jacobus gebruikt de godsdienstige kennis van de tegenstander. Want als de Joodse tegenstander nu wel eens goed zou nadenken, nota bene over zijn eigen voorvader Abraham, dan zal hij moeten toegeven dat een geloof zonder daden nutteloos, dood en onvruchtbaar is. Als bewijs voor zijn stelling dat geloof zonder daden geen echt geloof is, Voert Jacobus twee voorbeelden uit de Bijbel aan. Het eerste voorbeeld gaat over Abraham. Jacobus noemt Abraham onze vader, een benaming die in Joodse kringen vertrouwd is. Zo spraken Israëlieten graag over Abraham als hun stam of voorvader. Zijn verwijzing naar het voorbeeld van Abraham verwoordt Jacobus in de vorm van een retorische vraag, waarop alleen maar bevestigend kan geantwoord worden. En de bereidheid van Abraham om zijn eigen zoon op het altaar te offeren. Ziet Jacobus de grond van Abrahams rechtvaardiging door de Heer? Het was om deze daad van geloofsgehoorzaamheid dat Abraham door de Heer als een rechtvaardige werd beschouwd, dat wil zeggen als iemand die deed wat God van hem vroeg, en die zo tot hem in de rechte verhouding stond. Zodoende was het een rechtvaardiging uit werken. Hoe redde zijn werk hem? Zijn geloof drong hem ertoe het mes op te heffen en iets te doen waarvan hij geloofde dat God hem nooit zou vragen te doen. Maar omdat God het hem had gevraagd, deed hij het. Jacobus 2, vers 22. Ziet u al dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? Opnieuw richt Jacobus zich tot de tegenstander met een vraag. En weer doet hij een beroep op het inzicht van zijn opponent. Eerst werd hij gewezen op het voorbeeld van Abraham. Nu wordt hem gevraagd of het dankzij het voorbeeld duidelijk is geworden wat Jacobus bedoelt. Bij Abraham werkte het geloof samen met het doen van de dingen die de Heere hem vroeg. Jacobus wil ermee benadrukken dat er een onlosmakelijk verband bestaat tussen geloof en werken. Het valt op dat Jacobus het in de Griekse tekst heeft over een samenwerken van het geloof met de werken. Het geloof staat voor hem voorop. Dat is volgens Jacobus primair. Verder wijst hij zijn tegenstander erop dat bij Abraham het geloof pas echt geloof werd door wat hij deed. Met andere woorden, uit het voorbeeld van Abraham. Kan de man opmaken dat geloof zonder daden nutteloos is? Jacobus 2, vers 23. En de schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Hier haalt Jacobus Genesis 15 aan. Het moet dienen als een bewijs voor datgene wat hij met betrekking tot het voorbeeld van Abraham naar voren heeft gebracht. Hij legt zodoende een verband tussen deze uitspraak uit Genesis 15 en de geschiedenis van het offer van Isaac uit Genesis 22. Door zijn bereidheid Isaac te offeren op het altaar bevestigde Abraham de juistheid van die uitspraak over zijn geloof. Door Genesis 15 aan te halen wil Jacobus zijn tegenstander ook duidelijk maken dat het niet zomaar om een opvatting van hemzelf gaat. Het was de Heere die Abraham zijn geloof tot gerechtigheid rekende. Het geloof dat in de bereidheid om zijn zoon Isaac te offeren geheel tot de rijpheid kwam. En zo is het ook naar Gods Woord, dat Abraham een vriend van God werd genoemd. Het geeft aan hoezeer er sprake is van een vertrouwelijke relatie tussen de Heer en Abraham. Jacobus 2, vers 24 U ziet dus nu dat een mens uit werken rechtvaardigd wordt, en niet alleen uit geloof. De conclusie van Jacobus is een regel die voor alle tijden geldt en die universeel van strekking is. Dat kan afgeleid worden uit het gebruik van de tegenwoordige tijd. Een mens wordt uit werken gerechtvaardigd. Het kan ook afgeleid worden uit het feit dat Jacobus het nu niet meer heeft over Abraham, maar over een mens in het algemeen. Jacobus benadrukt daarmee dat het gerechtvaardigd worden niet enkel een zaak is van geloof, als ook dat niet alleen iemands werken de grond zijn voor zijn rechtvaardiging. Het is voor Jacobus een kwestie van beide, geloof en werken. Vooral van dit vers wordt soms gezegd dat het volledig een strijd zou zijn met de leer van Paulus, maar we gaven al eerder aan dat Jacobus op een heel ander front strijdt dan Paulus. Terwijl Paulus de strijd aanbent tegen de werkheiligheid, trekt Jacobus de velde tegen de werkeloosheid van het geloof bij anderen. Verschillende dwalingen vragen om verschillende benaderingen. Jacobus 2, vers 25 En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd toen zij de boden heeft ontvangen? En langs een andere weg heeft laten weggaan? Na dat van Abraham geeft Jacobus nog een voorbeeld uit de Bijbel voor zijn stelling, dat geloof zonder daden nutteloos is. Opnieuw gebruikt hij een rhetorische vraag, waarop hij alleen een bevestigend antwoord verwacht. Dat Jacobus de niet-joodse Rahab als voorbeeld kiest, is wel te verklaren. Om haar houding tegenover het volk Israël speelt zij in de Joodse overlevering een belangrijke rol. Iets dergelijks geldt voor de christelijke traditie. Onder joden en christenen staat Rachab te boek als een voorbeeld van een geloof. Gezien de stelling die hij wil onderbouwen is het begrijpelijk dat Jacobus hier niet spreekt over haar geloof, maar over bepaalde daden van Rachab. Op grond van die werken werd zij gerechtvaardigd. Die rechtvaardiging bestond in haar eigen redding van de ondergang en in die van haar familie. Jacobus 2 vers 26 Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Met deze sprekende vergelijking sluit Jacobus zijn bewijsvoering af. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Kouchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.